Mitchell, je verliest vandaag met 2-0 van FC Os. Wat was er aan de hand met je elftal? Nou, als je het zo stelt, is het heel duidelijk. Het was geen goede wedstrijd van onze kant. Voornamelijk de arbeid, de inzet, dat was matig in vergelijking met de andere wedstrijden die we gespeeld hebben. We zeggen altijd verliezen kan, alleen je moet wel 100% je best doen. Nou, dat hebben we vandaag als team niet gedaan. Alleen aan de andere kant hebben we heel veel kansen gehad, hebben we niet gescoord. Dus dat is ook een beetje het verhaal. Ondanks dat we niet goed gespeeld hebben, hebben we veel kansen gecreëerd, niet gescoord. De twee keer dat Os in de buurt van de goal is geweest, hebben ze gescoord. Dus daar heb je mee te maken, alleen je verliest. En dat is... Dat is nooit prettig, alleen de manier waarop wel. En, ik bedoel, we zijn nu bijna 5 weken bezig. We hebben een aantal wedstrijden gespeeld. En ja, deze wedstrijd ging wel naar de ondergrens qua inzet en beleving en overtuiging en bezieling om in ieder geval te winnen. En dat is, niet goed. Dat is slecht. En, als we het besef niet hebben dat wij met de kleine groep die we op dit moment hebben, met de wisselingen die we moeten doen, spelers op andere posities zetten, weinig alternatieven hebben. Wij moeten gewoon keihard werken. En dat is het minimale vereiste. En dan kan je verliezen. Nou, dat is vanavond niet gebeurd. Dus wat dat betreft is het een wijze les, een harde les. Een goede constatering, misschien wel een harde constatering. En dat we na de aanloop van de competitie wel een tandje erbij moeten zetten. Je zegt het nu heel rustig, maar als het echt puur inzet is, dan moet je toch eigenlijk wel boos zijn op de selectie en misschien juist ook in de kleedkamer. Nou kijk, je moet altijd zien wat er daadwerkelijk gebeurt. En je moet niet als je een keer wint, een keer hele hoge pieken hebben en als je een keer verliest, hele diepe dalen hebben. En, dat werkt op niet op die manier. Dus je moet wel de visie die je hebt, die moet je wel blijven volgen. En het is duidelijk dat het niet goed was. En het is de eerste keer dat het gebeurt in de voorbereiding. Het is de eerste keer dat het zo aan het licht komt. Het is nog geen tendens. Alleen het is, je wordt even met de neus op de feiten gedrukt. Dus dat is het belangrijkste van vandaag. Het is nog steeds een oefenwedstrijd. We willen allemaal winnen en dat begrijp ik ook wel. Maar nogmaals, over 1,5 week begint die competitie en daar gaat het om. En als we achteraf kunnen zeggen dit was een hele goede les voor ons en daardoor zijn we wakker geschud, dan is dat helemaal prima. Alleen op dit moment kunnen we dat niet zeggen. We spelen zaterdag tegen Espanyol. Goede tegenstander, mooie tegenstander voor ons eigen publiek. Maar dan moet er in ieder geval het besef zijn bij de ploeg. Revancheren is een groot woord, maar er moet wel wat meer bij komen. Vandaag de Luigi Bruins nog niet mee. Herstellende van een blessure. Hoe staat hij ervoor? Ja, dat gaat langzaam de goede kant op. Dus vandaag kwam nog iets te vroeg. Dan gaan we morgen weer kijken of hij in ieder geval deze week weer wat met de groep mee kan doen. En dat hij eventueel minuten kan maken aanstaande zaterdag. De laatste interviews die jij met Rijnmond hebt gehad, heeft elke keer de vraag gehad, terwijl er nu een bal voorbij komt rollen. Komen er dan nog nieuwe spelers? Vandaag is er bekend geworden dat er een speler op proef is. Hisham Faik, bekend van Roda. En, wat vind je daarvan? Hisham heeft gisteren met ons meegetraind. Die kwam met de vraag of hij zijn conditie op peil kon houden bij ons. En dat was voor ons prima. Dan komen we ook in ieder geval aan de aantallen. In ieder geval kwam kwaliteit er ook bij. Dus dat is eigenlijk de enige reden dat hij bij ons zit. Om elkaar te helpen. En de voornaamste reden nogmaals is dat hij zijn conditie op peil wil houden. En daar hebben wij gebruik van gemaakt. Zoals hij gebruik van ons maakt. Hoe groot kan ik dan de kans inschatten dat hij een contract afdwingt in Kralingen? Nee, maar zo moet je het niet zien. Ik bedoel, Isaim hoeft niks af te dwingen. Die heeft zijn kwaliteit al laten zien. Hij heeft zijn dienst al bewezen. En het is nogmaals, hij wil graag zijn conditie op peil houden. Wij zoeken spelers in die zin dat we aan onze aantallen gaan komen. En dat is op dit moment het enige wat er speelt. Is dat dan ook de reden dat hij naar Excelsior is gestapt door de aantal spelers? Nee, niet alleen. Ik bedoel, dat is niet aan de orde. Hij heeft contact met een aantal jongens in het elftal en die vraag is gekomen. Die vraag is bij de directie neergelegd en daarna bij mij. En daar hebben we gezamenlijk goedkeuring aan gegeven. Tot slot, jullie hebben een nieuwe keepers trainer. Nou, we hebben vandaag met Ferry Daan gesproken en er is er toch wel een beetje naar buiten gekomen dat je met Rob van Eijk niet echt door één deur kon. Hoe zit dat verhaal volgens jou? Nou, dat is... Dat valt op zich wel mee. Ik kan met iedereen door een deur. Dat is niet zo'n probleem. Ik bedoel, Rob heeft na 5 dagen zijn conclusies getrokken. En iedereen heeft zijn eigen waarheid. En
Toen is het besloten dat hij zijn eigen weg ging en dat wij weer verder moesten. En zo zit de voetballerij in elkaar. Dus ik kan met iedereen goed door één deur. Iedereen heeft zijn eigen waarheid nogmaals. En iedereen heeft zijn eigen conclusies. Rob heeft zijn conclusies getrokken. En het leven gaat weer verder. Ik bedoel, die trein die stopt niet. Wij moeten gelijk schakelen. Wij gaan dan op zoek. En Ronald die is nu al een paar weken bezig. Die is als stand ingekomen. En dat is nu definitief geworden.